Afgelopen vrijdag speelde Alfred Finnbogason met IJsland met 0-0 gelijk tegen Kroatië. Winnen de IJslanders vanavond de returnwedstrijd, dan plaatst het land zich voor het WK in Brazilië. Christopher Nordfeldt ging met Zweden onderuit tegen Portugal. Vanavond gaat Zweden proberen die nederlaag recht te zetten en zich op die manier te kwalificeren voor het WK. Jukka Raitala kwam zaterdag 20 minuten in actie met Finland in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Wales. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel. Magnus Eikrem verloor met Noorwegen de vriendschappelijke interland tegen Denemarken met 2-1. Vanavond speelt Noorwegen opnieuw een oefeninterland. Dit keer is Schotland de tegenstander. Wij wensen onze internationals heel veel succes vanavond.